mooie. Doe je mooie, Boekie. Klapjes in de handjes, vlei, vlei, vlei. Op het lieve bolletje, allebei. Handjes omhoog, handjes omlaag. Handjes in de zij, aan het neusje voorbij. Klapjes in de handjes, vlei, vlei, vlei. Op het lieve bolletje, allebei. Handjes omhoog. Handjes omlaag, handjes in de zand en het duwtje voorbij. Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is woensdagochtend. De kindjes zijn naar school, papa's werken. En naast dat ik de was aan het opruimen ben, ben ik ook dus met Eli een beetje aan het knuffelen en gek aan het doen. Hij is zo heerlijk aan het lachen en aan het spelen. Dan mag ik even de was opruimen, hè? Heb je het toch naar je zin? Waar ben je nou weer beland? Die is mooi, hè? Ja. Word je nou relaxed? Word je nou een beetje moe of zo? Ga mama weer even wassen voor hem, hè? Boekie? Slapen bij mij. Ik ben even mijn ronde aan het doen en wilde ik even wat laten zien. Als je zwanger bent, dan slik je bepaalde vitamines. En als je borstvoeding geeft, dan is het goed om door te gaan met bepaalde vitamines. Alleen die ik had, waren vrij duur. 60 stuks voor 30 euro en ik moest er 2 per dag. Dus op het moment dat hij eruit was, had ik zoiets van oké, nou ga ik wel over naar een ander soort, een goedkoper soort. En die man bij de TA had mij deze aangewezen. Het is eigenlijk gewoon een algemene multivitamine, maar dan een krachtige versie. Multifol 3000. En dus niet specifiek aangepast op zwangerschap / borstvoeding. Dus wat gebeurde er? Ik weet niet of dat erg is, maar mijn urine kleurde tekstmarker geel. Plus, ik weet niet of het hiervan is. Denk het niet. Ik denk dat het eerder met mijn houding te maken heeft. Maar ik had wat last van hoofdpijn. En een beetje misselijkheid. En ik merkte dat hij krampjes kreeg. En ik heb het idee dat het hiermee samenhangt. Dus heb ik deze besteld. Op advies van mijn vriendin. En zij is ook lactatiedeskundige. Deze is goed bij kinderwens tijdens en na de zwangerschap. En dat zijn van die gummies. Yummy gums. Nee, dat is geen metalen partnerschap. Zulke dingen. Lijken een beetje op snoepjes. Ze smaken oké, en ze ruiken heerlijk trouwens. Alleen vannacht had meneer in één keer heel erg buikpijn. Normaal slaapt hij na de voeding meteen weer door. Maar nu was hij echt heel onrustig. En aan het huilen en scheetjes aan het laten. Dus ik merkte echt dat het buikpijn was. Het kunnen 2 dingen zijn. Ik heb gisteren na het editen stiekem nog een brownie gegeten voordat ik naar bed ging. En ik heb gisteravond na het avondeten
eentje hiervan gehad. Ik ben even aan het kijken. Is het dit of is het de brownie? Dus ik ga de chocola vandaag en deze dagen weer eens helemaal achterwege laten. En dit verder nemen zodat ik dus kan achterhalen of dit hem kwaad doet. Of het toch echt de chocola slash de melkproducten zijn. Hallo? Oh. Hallo. Ik ben al de hele ochtend aan het bellen. Eerst met Sander, dan met Maarten. Echt ook super leuke gesprekken. We zitten volgens mij echt weer in zo'n flow van nieuwe ideeën en nieuw season. Maar dat is wel grappig, want met dat ik heb gebeld, heb ik ook het hele huis meteen opgeruimd. Dus dankjewel Elie dat je even lekker geslapen hebt bij mama. Elie is vrij snel naar de voeding in slaap gevallen, dus die heb ik even in zijn eigen bedje gelegd. Dan werd hij heel even wakker, maar hij ging meteen weer slapen, dus hij vond het ook prima. Dus dat is wel fijn. Maarten is eventjes Lea naar een vriendinnetje brengen. Die is voor de tweede keer in haar leven ergens anders spelen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze het vindt. En hij is Nick ophalen van school. En als hij thuis komt, dan ga ik heel eventjes naar Brunsum, naar de drogist en nog wat dingetjes halen. Alleen ik zit een beetje met... Ik heb net 2 uur geleden één kant gevoed en 1 uur geleden de andere kant. Want hij is daartussen ook in slaap gevallen. Dus ik vrees als hij wakker wordt over 1 uurtje of 2, dat hij dan wel weer wil drinken. Dus ik moet even, als de wiede weer gaat, door de winkels, heb ik het idee. We zouden een flesje kunnen proberen. We hebben nog wat moedermelk diep gevroren van die eerste weken dat ik zo'n overproductie had. Maar of dat een succes wordt. To the birds, I go. Hij vindt er geen piep aan. Hij vindt er geen zak aan. Mooi jongens toch, hè? Ik heb alvast het cadeautje gekocht voor als we... Of niet voor als we loodjes trekken. We hebben loodjes al getrokken. Maar voor de kerst. Dus ik ben klaar. Edie even gevoed. En dan gaan we heel even op zolder kijken. Tussen die en die draai je nog een schroef. Is geen schroefdraaier. Ja, perfect. Zak. Kijk hè, een boorschroefje. Wacht, waar is die? Zo'n boordingetje. Ja, wacht, een boordje moet je hebben? Ja, een boor. Ja, wacht, dan schroef ik hier weer in. Ja, iets waar ik wel in mag boren. Oh, daar liggen de boordjes in die kist. Nee, waar ik in mag boren. Nee, zo achterhoor, heel dicht. Ja, had. Ja. Waarom? Moet je hier een boordje pakken uit die waarom kist? Waarom moest dat? Dat was een oefenblok. Oh. Dus je mag een boordje pakken. Pak een boordje. Ja, is deze iets? Wacht, deze. Moet je dan een boordje hebben voor... Ja, dat is een houtboor. Was die? Moet je rustig doen, hè? En weer omhoog. Erin, eruit. Draai blijven. Dan trek je hem omhoog. Ja. Zo. Ja. Zet je één voet zet je hierop. Zet je één voet hierop. Ja, wacht. Ja, een splinter. Ja, dat moet ik altijd. Rustig. Ja. En als je nou er helemaal doorheen wil boren, moet je even een balletje onderleggen. Wacht, die leggen we hier nog eentje neer. Wacht. Die leggen we hier nog één neer. Hier, hè? En dat, ja, dat mag ook. Ja. Zet je voet erop. En ook. Nee, Nicky. Wacht, dit is... Lekker bezig, jongen. Mag ik even een langer erop? Zeker. Hoe maak ik het kleiner?
kleiner door de andere kant op te laten draaien. Zo, dat is echt heel tof. Dit is geen houtborg. Nee? Nee. Waarom denk je dat? Oh, dat denk ik vast. Niet vast. Dat denk je niet vast. Oh, dan moet ik dit doen. Je bordje niet vast. Naast het cadeautje wat ik net kocht, heb ik ook van Lea een nieuwe donkere spijkerbroek gekocht bij de Zeeman voor 10 euro. En ook voor kerst. Ze vindt goud en glitter heel mooi. Dus heb ik dit rokje, volgens mij van de Zeeman ook, ja. En dit broekje eronder. Heel Christmassy, maar ik heb ook een zwarte maillot, dus dat moet ik nog even bekijken. Dit zwarte truitje en dit strikje. En dan heb ik ook nog sokjes zwart met gouden stipjes, zeg maar. En Lea had nog wat nieuwe onderbroekjes nodig, dus ik kocht een aantal, twee setjes, zeg maar. Eén set van, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 voor, ik weet het niet meer, een paar euro. En zij houdt van tijgers, dus ik heb ook nog deze twee gehaald. Dus dat moet genoeg zijn. En dan heb ik voor papa nog wat zwarte sokken gehaald, want die heeft allemaal gaten in zijn sokken. En voor mezelf heb ik een pyjama. En ik heb alleen maar zo'n hele dikke pyjama's. En dit is eentje met een wat dunner stofje. En die was 10 euro bij de Zeeman. Guys, het is zover. Eindelijk ben ik bezig om al die mooie dingetjes die ik bij de kringloop heb gevonden op Instagram te plaatsen. Dus veel plezier. Ik zal ze opslaan. Ze staan in mijn stories, in mijn verhaal bij Instagram. Maar ik zal ze ook opslaan onder highlights en dan onder huisje. Vandaag geen HelloFresh, guys. Want dat hebben we maar 5 dagen per week. Maar wel lekker makkelijk. Grilltjes, of course. Broccoli. En kaasschnitzels. Go, say, and you're right, it's me.